De economische crisis is ook de horeca in Nederland niet in de koude kleren gaan zitten. Daarom besloot chef-kok Ed Hoogendijk in 2008 een nieuwe manier te ontwikkelen om toch nog klanten naar zijn restaurant in Delft te lokken. In Delft hadden wij een aantal Delft rondleidingen die verzorgden zeg maar, historische wandelingen door de stad heen. En toen dachten we, hey, laten we dan met een aantal collega's bij elkaar, ik ben dan voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Delft, laten we eens bij elkaar samen gaan, samen binden, iets samenwerken. En toen heb ik eigenlijk in 3 weken tijd met elkaar gezegd van, nou, met 4 verschillende restaurants gaan we eens kijken of we dat kunnen omdraaien. Het restaurant iets belangrijker maken, het culinair wat belangrijker maken. En die historie ook wel belangrijk, maar net eventjes een stapje terug doen. En zo begon het 3 jaar geleden klein in Delft, maar inmiddels is het concept ook doorgevoerd in Schiedam, Rotterdam en Arnhem. En in mei wordt Dordrecht aan het rijtje toegevoegd. Restaurant Zest, Amuse, De Stroper, Art & Dining en restaurant Blanc doen mee. En ook de VVV is enthousiast over het plan dat niet alleen toeristen, maar ook Dordtenaren hun eigen stad op een andere manier laat bekijken. Heel mooi Voordrecht in Delft. Want dan zeg maar een meneer, hij zegt, ik woon al 80 jaar hier in de stad en ik ken het allemaal wel. Ik zei, meneer, neem die route naar voor de gein mee. Dan hoor ik u graag wat u ervan vond. En toen kwam hij diezelfde avond kwam hij nog langslopen bij mijn restaurant. Hij zegt, moet je luisteren. Ik woon inderdaad nu al zo lang hier in Delft, maar dit wist ik niet. Wij geven de punten aan, althans dat doen we in samenwerking met de plaatselijke VVV's en de stadsrondleidingen. Van, dat wist ik nou niet, dat we dat hadden in deze stad. Ontdek Culinair Dordrecht duurt van 23 tot en met 28 mei. Reserveren kan via de website van de organisatie. RTL4 heeft inmiddels ook interesse getoond in de plannen van Hoogendijk en zendt er volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een televisieserie over uit.